Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Oké, voor de meeste van jullie zal het best wel raar zijn dat ik geen intro heb en dat er allemaal teksten staan. Maar dat is omdat ik eventjes opneem met OBS Studio, waarmee ik ook live ga. Maar ik neem er eventjes mee op, want Bandicam die zit een beetje te triggeren. En ik kan alleen maar met OBS opnemen als ik hem niet ga bewerken. Dus ik kan er niet in gaan editen en zo. Dus ik kan er ook geen intro voor zetten. Want als ik dit filmpje dat ik nu aan het opnemen ben in Movie Maker zet waarmee ik edit, dan klinkt het echt zo. En het loopt de tijd vast. Dus ja, dan maar even zonder intro en effects. Ik bedoel, het is alleen maar een update check. En ja, we gaan naar Fort Pinta, waar we al zijn. Er zijn een paar nieuwe dingetjes, waaronder dat er nieuwe huisdiertjes zijn in de shop. En dat vind ik heel leuk, maar het zijn walking pets. Kom je eventjes met me mee? Ik kon... Hij doet het niet. Oké. Waar is die? Waar is die nou? Werkt dit niet of zo? Wacht. Kan dat alleen op je paard of zo? Hij doet niet. Jongens, help. Wat gebeurt er? Hehe. Oké, blijkbaar kan dat alleen als je op je paard zit. Je dier eruit halen met een sneltoets. Überhaupt via dat andere. Oké. Er zijn dus... Oh, wat zijn ze schattig. Hondjes uit die naast je paard kunnen lopen. En volgens mij zijn ze fucking duur. En jongens, kijk mijn starcoins. En weet je waardoor dat komt? Ik ben opnieuw 3 maanden starcoin. Met dank aan Samantha Sharkren. Nogmaals bedankt. Oké, ze zijn tering duur, dat dacht ik al. Ja, sorry. Dan ga ik ze niet kopen. Waarschijnlijk komen er ook nog katjes naast je zadeltas. Die gaan waarschijnlijk ook heel duur zijn. Maar sorry, dit ga ik echt niet kopen. Het is gewoon belachelijk duur. Dus ja. Oké, opeens zit mijn eekhoorn weer in zijn zadeltas. En ik heb hoofdpijn. Auw. Oké. Er is een disco, blijkbaar. En niemand is er aan het dansen. Oké. Bobo's verloren halsband. Ter informatie. Bobo, dat is een, dat is de hond van Jojo Siwa. En die is dus blijkbaar zijn halsband verloren. Oh, ik kan weer... Koude milkshake. What the fuck? Waarom zou... Oké. Zoek op strand buiten voor de winter. Oké. Ik had zin om op Blue Fire te gaan. Dus ja. Ik ben wel blij dat ik een blauw setje überhaupt vanaf het begin ongeveer zo wat had. Want blauw staat bij iedereen wel. En de Lusitano's, die hebben een... mijn stem is heel schor. En ik heb hoofdpijn. Perfect om op te nemen natuurlijk. Ik weet niet meer waar ik over... Oh ja, de Lusitano's hebben een nieuw animatie. Dat ze grazen als je bent afgestapt. Moet de halsband verboden zijn en terugbrengen. Oké, ik had dat makkelijk gewoon normaal kunnen lezen. Maar ja, daar heb ik geen zin in, want ik ben gewoon te laat. Dus ja, ik hoop dat de video een beetje... dat jullie niet schrokken van mijn stem. Oh ja, jongens, SSA gaat fucking goed. Hier zijn... Oh, best wel wat mensen online. En dan denk je van, ja, jullie zijn met z'n 5 online. Nou, dat is voor ons best wel veel voor op een doordeweekse dag. Dan is het wel vakantie, maar toch. Bla, 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 bla. Is dat de hele missie? Serious? Echt waar? Ik heb echt zin om die milkshake nu neer te zetten en gewoon weg te gaan. Ik bedoel, wat is dit? Dat is normaal, joh. Hier, zo hoor je ook muziek.
La. Ik heb nog niet echt vaak JoJo Siwa's, hoe heet het? Disco gedaan. Oh, maar, ja, het is best wel, hoe heet het, voorspelbaar. There we go! Oh, staan we nou vast? What the fuck is dit? Wat gebeurt er? What the fuck? Hoe dan? Begin het liedje nou opnieuw, omdat ik terugkom? Oké. Oké, hij doet het gewoon niet meer. Logisch. Oké. Dat kan ook. Als dit de hele update was, dan ga ik ook wel wat andere dingetjes doen hoor. Oh ja, de paardenmarkt. Nou, daar gaan we voor de lol ook eens eventjes heen. Oh ja, en jongens, ik heb lekker van Starface. Dus de volgende keer dat Lusitano zou komen, kan ik er eentje kopen. Rijhal. Want omdat ik opnieuw 3 maanden ben en heel misschien krijg ik nog 500 Starcoins erbij van iemand via een giftcard. Dus ben benieuwd of ik dat erbij krijg. Maar het ligt er ook aan wanneer de nieuwe Lusitanos uitkomen. Want ik dacht dus 3 maanden geleden dacht ik dat het vandaag zou zijn. Ja, dat klinkt heel raar 3 maanden geleden, maar ik denk heel ver vooruit. En toen kwamen ze in april 1 week later, dus ik denk dat ze deze week ook 1 week later komen. Maar nee, in april kwamen ze volgens mij zelfs nog later uit. Waarom? Ja, ik zou de trailer nemen. Oké. Of zou ik rijdend gaan? Ik bedoel, we hebben genoeg tijd, heb ik het idee. Ik weet niet eens hoe laat ik al begonnen ben. Maar jongens, abonneer bij de 150 abonnees. We hebben er nu 133, als ik me niet vergis. Bij de 150 abonnees ga ik weer livestreamen. Ik weet niet of dat dan ook een fandag wordt. Oeh, hier verander ik van kleur. Wat leuk. Oh ja, en jongens. Volgende week zondag komt aflevering 2 van The Legend of Five. Ik vind hem echt heel leuk. Vooral het einde, maar ja, moeten jullie er maar eventjes op wachten. Ja. Ik doe trouwens ook best wel veel champs weer. En iedere keer als ik hier dan ren, dan denk ik van ja, ik moet shortcuts nemen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. De eerste champ door de week is 4 uur. Dus ik zit al 2 dagen zit ik nou al gewoon roleplay te doen en te trainen totdat het eindelijk 4 uur is. Want de Diamonds, die is level 13,5. Yay! Ah, gaat de magische kracht weer krimpen? Vroeger was het toch magische macht? Hoe ligt het nou aan mij? Is dat gewoon aangepast? Oké, I don't know. En jongens, ik heb verschillende mogelijkheden bij de 150 abonnees. Ik kan gaan livestreamen. Ik kan een uitlegvideo doen hoe ik mijn thumbnail maak. Ja. Ja. En ik wil even op de paardenmarkt gaan kijken. Voor een paard. Ik ga hem niet kopen. Maar misschien dat ik dan kan gaan sparen nadat ik de Lusitano heb gekocht. Hier staan natuurlijk wel allemaal oude dingetjes. En dan snap ik niet waarom je dat zou doen. Maar hier staan de vriezen natuurlijk ook op. Maar jongens, onthoud. Als er een oud ras is, zoals, nou ja, niet oud, maar een ras dat er heel oud uitziet, net als gewoon, ja, de Noord-Zweden en de oude Friese. En die wil je binnenkort gaan kopen, dan zou ik even wachten. Het kan misschien een jaar duren, maar ik zou alsnog wachten, want voor hetzelfde geld koop je een paard. En dan komen er nieuwe versies van dat paard uit. En dan is het paard dat je hebt gekocht voor bijna 200 tot 300 Starcoins goedkoper op de paardenmarkt.
Ik denk sowieso dat ze een nieuw tabblad gaan bijmaken ook. Want alles staat een beetje vol. En ja, van ponies kun je dat niet echt zeggen. Ik denk dat ze qua ponies echt gewoon het model van de ponies gaan veranderen. Want er zijn zoveel ponies en die kun je niet allemaal remaken, zeg maar. Ik weet niet. Net zoals ze met de startermodellen hebben gedaan. Er zijn zoveel startermodellen. En toen hebben ze gewoon van de startermodellen een nieuw model gegeven. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar jongens, wat ik dus eventjes, ik maak 2 polls aan. Dat kan natuurlijk wel, dat is via YouTube. Ik maak 2 polls aan. Eentje is wat ik moet doen bij de 150 abonnees. En je ziet de mogelijkheden in de poll. En ook nog een poll die ik nu alweer vergeten ben. Yay! Sure, oké. Okay. Als ik het weer weet, dan staat het er nu in. Waarom? Waarom? Auw, hoofdpijn. Oké, ik ga eventjes deze missies doen. Want ik heb niks te doen. En ik heb gewoon zin om op te nemen. Ik zat maandag en dinsdag zat ik me dood te vervelen. Ben trouwens sinds gisteren weer 3 maanden. Wat moet ik eigenlijk doen? Oh, stom ik. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Auw, mijn hoofd. Sorry, als ik iedere keer geel, eigenlijk moet ik gewoon slapen nu. Ik denk dat ik ziek ben. Een soort van. Lily is ook ziek. Heeft ze het doorgegeven door. Hoe heet het? Via bellen of zo, via Skype. Ik denk niet dat zij hoeven. Oh, lekker boeien ook. Ik doe dit trouwens voor het geld. Niet voor het XP. Want dat heeft toch geen zin. En jongens, in mijn. Oh. Normaal red ik dat wel. Ongeveer. Maar dan ga ik zachter en dan doe ik zo. Ja. In mijn eerste video, toen kwam ik iemand van level 20 tegen. En ik heb op Instagram iemand gezien die level 22 werd. Dus het is mogelijk als je Star Stable vanaf het begin aan het spelen bent. Alle missies hebt gedaan. Alle verjaardagsmissies en zo. Want dan krijg je natuurlijk ook XP van. En kerstmissies en zo. Want ja, dan krijg je gewoon ook XP van. Dan ja, ga je sneller up. Maar ik ben nog level 20 en niet 21. Dus ja. Trouwens jongens. Met heel veel, hoe heet het? Met heel veel gepraat is Tindra terug in SSA. Ik ben er zo blij mee, jongens. Auw, mijn hoofd. Oké. Okay. En ik weet niet. Ik dacht dat ik 4000 Jorvik-slingen had. Ik weet niet waaraan ik dat allemaal heb uitgegeven. Waarschijnlijk allemaal aan trailers en zo. Ho. En als het lukt, komt er binnen een maand een video online van SSA. En dan kun je onder die video reageren. Van of je erin wilt, op welke server je zit en zo. Ja. Maar we moeten nog best wel veel beelden verzamelen. En die video, dat is ook onze zelfgemaakte clublied, zeg maar. Het is niet met tekst, denk ik. Volgens mij niet. Nee, het is niet met tekst. En ja. Goed verhaal. Maar ja, die komt pas echt heel laat online. Want we moeten nog echt best wel veel beelden opnemen. En ja, niet altijd iedereen is online. Dus ja. Daar komen jullie vanzelf wel achter. En ik ben niet deze vrijdag, maar de vrijdag erna jarig op 11 mei. Yay. Ik klink totaal niet blij, maar dan ben ik wel. Ik wil dat de Lucitanus volgende week uitkomen. Want dan kan ik ze voor mijn verjaardag kopen. Ja. Want kijk, als het hier nu
Dus de komende zaterdag is het dan 954. Trouwens, jongens, ik koop stalhulp. Maar dat doe ik vanaf nu maar weer met de hand. Want anders lukt het niet. Anders moet ik nog langer sperren. Maar komende zaterdag is dat dus 957. En ja, dat is genoeg om Lusitanen te kopen. Maar ik heb het idee dat ze pas over 2 weken uitkomen. Omdat SSO iedere 4 weken een paar laat uitkomen. Maar ja, ik weet het ook niet. Als ik alleen opneem zonder te bellen, is het eigenlijk gewoon een beetje gek. Want dan... Jongens, klink ik echt ziek of zo? Ik weet niet. Klink ik ziek? Zet dat maar in de poll. Ja. Ik weet echt niet meer wat ik net wou zeggen trouwens. En met die andere... Ja, boeien ook. Maar ja. Maar jongens, de paardenmarkt in voor de Pinta trouwens, die geeft je geen XP. Dat is echt best wel kut. Ik vraag me af. Ik weet bijvoorbeeld dat er nog een bepaald aantal paarden van de Lusitano's. Ik wil het brengen. Oké, boeien. Dat er nog een aantal paarden van de Lusitanus uitkomen. 5 kleurtjes. Maar per update kunnen er 3 kleuren uitkomen. Dus ik ben echt benieuwd welke er uitkomen. En als je niet wil weten welke er uitkomen, dan zou ik maar heel eventjes je micro op dempen zetten. Totdat ik weer ga stijgeren. Ook al doe ik het niet expres. Er komt dus een zwarte Lusitano uit. En een zwarte met een bles ook. Of nee, een soort bles snap. Ik weet niet precies wat het is. En ja, die wil ik super graag. Maar ja, ik weet dus niet wanneer die uitkomen. Er komt ook nog een valkleurige uit. Een soort van spirit. En ja... Ja, die wil ik ook best wel graag. Dus ik ben benieuwd welke er dan uit gaan komen. En ik zal even stijgeren voor degenen die hun geluid hebben uitgezet. Oké, mensen. Als je mensen jou hebt gesnapt, dan kun je weten dat je nu weer kan luisteren. Oké, dit was de paardenmarkt. En waarschijnlijk ook de video. Ik vind het een beetje... Ik vind het een leuke update, maar... een beetje weinig in te doen. Oh... Ik sta hier heel gangster, jongens, op het hek. Doe het ook. Ik kan niet beatboxen. Maar jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Voor de 150 abonnees. En tot in de volgende video.